De Surinaamse Bankiersvereniging is na overleg met de Centrale Bank van Suriname overeengekomen dat de kastransactiekosten bij opnamen en stortingen van Surinaamse dollars bij alle bankinstellingen zullen worden afgeschaft. Deze maatregel is vandaag ingegaan. Dat meldt de vereniging in een persbericht. De kastransactiekosten ging vorig jaar in toen de Centrale Bank van Suriname kosten bij de banken in rekening bracht voor het uitvoeren van girale betalingen in Surinaamse dollars. In het persbericht meldt de bankiersvereniging ook dat de Centrale Bank een beroep op de bankinstellingen heeft gedaan om de kastransactiekosten in euro's en US-dollars te minimaliseren. Verder is de rapportageplicht van banken in zaken vreemde valuta kaststortingen versoepeld. Voorheen was het publiek verplicht om bij stortingen vanaf 3000 US en 3000 euro de herkomst van de middelen aan te tonen. Deze grens is inmiddels opgetrokken naar 5000 US en 5000 euro. Er wordt op het publiek een beroep gedaan om zoveel mogelijk girale transacties te plegen.